Welkom bij de Algemene Tarot Coaching voor Sterrenbeelden. Algemeen, hou in je achterhoofd dat dat niet voor elke stier kan gelden. Maar als jij het gevoel krijgt van mijn hemel, dit lijkt wel helemaal voor mij bedoeld te zijn, dan is dat ook zo. En neem dan ook de adviezen serieus. Want feitelijk word je dan geleid door de bron. En dan kun je weer stappen nemen om jezelf ergens uit te bevrijden. Want vaak zitten mensen vast in oude patronen. Oké, de stier. Goed. De stier. Situatie wat dwars ligt, waar het bewustzijn zicht op heeft. Onbewust, centen verleden, advieskaart naar bij je toekomst, jij, invloed van anderen, hoop en vrees en die de conclusie. Oké. De dwaas als leidraad. Om als die dwaas te zijn, moet je wel in het moment kunnen zijn, in het hier en nu. Want de dwaas volgt zijn intuïtie. En als jij of in het verleden leeft of in de toekomst, dan heb jij geen toegang tot je intuïtie. Het kan ook sprake zijn dat er sprake is van codependency. Dat je nog erg afhankelijk bent van wat anderen van jou vinden. Dat je ook nog erg de bevestiging van anderen nodig hebt, of erkenning. En het kan zich ook uiten in dat je afhankelijk stelt van een prins op het witte paard. Dus dat je heel graag, of dat je ook denkt van, oh, als ik die fijne liefde maar tref, dan ben ik gelukkig. Maar niets is minder waar. Hè? Je moet eerst gelukkig zijn met jezelf. En onafhankelijk zijn van, erkenning of bevestiging van anderen, dat je er toe doet. Oké, we beginnen met een zelfliefdekaart. Ja. Ontmoet jezelf, ja. Als je dus niet in het moment kan zijn, codependent bent, afhankelijk van wat anderen van je vinden, vaak in het verleden of in de toekomst bezig te zijn, dan kun je jezelf niet ontmoeten. Dan ben je eigenlijk van jezelf verwijderd. En dat geeft ook leegte, heel veel leegte. Dus als je dat herkent, blijf dan vooral kijken. Oh, nee, dat zijn twee. Ik weet het over. Oh. Goed. Oké, stier, daar gaan we. Projectie. Aha. In relaties heb je dus de neiging om te projecteren. En dan trek je vaak ook een andere partij aan die dat ook doet. En dat wil eigenlijk zeggen, dat komt veel voor als je codependent bent. Nou, dat wil zeggen dat je veel oude pijn uit je verleden nog bij je draagt. En dan trek je ook een ander die dat kan spiegelen, die het ook heeft. Hè? Zo, het is hetzelfde, het trekt elkaar zo'n beetje aan. En dan zul je oude pijnen op elkaar projecteren. En dus ook de ander de schuld gaan geven van hoe je voelt. En dat het door een ander komt. Als jij bijvoorbeeld afhankelijk bent van bevestiging van anderen, en die ander geeft jou dat niet, dan kan het maar zo zijn dat je daar kwaad over wordt. Maar dat is een projectie. Hè, want een ander is niet verplicht om jou bijvoorbeeld erkenning te geven. Hè. Dat moet je uit jezelf kunnen halen. Maar stel dat je ook bang bent om verlaten te worden. En een ander die
die besteedt even geen aandacht aan je. Kan het maar zo zijn dat jij je direct in de steek gelaten voelt en dat ook de ander kwalijk neemt. Terwijl dat dan een wond in jezelf is, die je dan projecteert. Wat je ook waarschijnlijk doet, is pleasen. En dat is onbewust bij jou. Je zit ontzettend in je hoofd. En dat ligt dwars op de stilte. Dus dat wil zeggen dat je je stilte in niet ingaat. Dan liggen er twee eigenlijk. Die zeggen van, oh, als die, hè? Je moet jezelf ontmoeten, joh. Want je raakt van jezelf heel erg verwijderd. Dus je moet naar binnen gaan. Wat denk jij? Wat voel jij? Wat zit er nog aan emotie? Water is emotie. En dit zijn de stemmen van alle mensen die waar je ooit mee te maken hebt gehad. En die allemaal nog in jouw hoofd zitten. Want jouw hoofd zit helemaal vol. Nou, dat wil zeggen dat je in je denken zit. En dat je emoties onderdrukt. Met betrekking tot invloed van anderen durf jij niet het onbekende in. Je durft geen nieuwe avonturen aan. Dat komt door die codependency. En welke mensen worden nou codependent? Dat zijn vaak kinderen van narcistische ouders. Of een narcistische moeder. Omdat je dan namelijk als kind niet voldoende die bevestiging hebt gehad. Dat je ertoe doet, dat je wordt gezien, dat je wordt gehoord. Dat jij belangrijk bent. Deze mensen vinden zichzelf alleen maar belangrijk. En alles draait om deze persoon. Die zijn heel egoïstisch. En dan krijg je natuurlijk de boodschap als kind van ik ben niet goed genoeg. En dat ligt hier ook. En dan ga je als kind jezelf beschermen. En dan ga je pleasen. Dan ga je dit soort mensen tegemoet komen. Om maar nog wat liefde en aandacht en zorg te krijgen. Want als je weet dan eigenlijk als kind heel instinctief, ja, als ik dat niet doe, dan krijg ik helemaal niks. Maar eigenlijk doe je dat in je volwassen leven nog steeds. Ja, zie, je bent bang om alleen te zijn. Je bent bang om verlaten te worden. Je bent bang in de steek gelaten te worden. Maar dat is het kind in jou. Dat is niet de volwassen zelf. Want die kan heel goed alleen zijn. En die kan ook wel tegen verlaten worden. Kan verdriet geven, maar dan ga je doorheen. En dan dat blijft niet aan je vreten en knagen. En durf je ook gewoon relaties aan te gaan. Kijk, deze durven vaak ook wel een relatie aan te gaan. Maar klampen zich daar heel erg sterk aan vast. En dan kun je gedrag vertonen waarbij je juist vaak te maken krijgt met verlating. Verlaten of verlaten worden. Je ego is dan nog aanwezig, maar dat komt door angst. Je eigen angstige verhalen. Maar als je hierin blijft, heb je ook continu stress. Dit is gewoon pure stress. Alleen maar piekeren en denken. En je wil graag overvloed scheppen. Maar tegelijkertijd ben je daar bang voor. Want mensen die afhankelijk zijn van anderen zijn ook bang voor succes. Het is een karmisch iets. Je zit eigenlijk nog in een karmische loop. Het is karma wat je nog met andere mensen hebt. Of mensen die dat met jou hebben. En dat karma moet ook ingelost worden. Maar dat begint bij je eigen heling. Heling van oude pijn. En dan kom je weer in je kracht te staan. Maar dit is ook iemand, en dat zou ik kunnen zijn, want volle maan, het is iemand die zeg maar, ik zal het even erbij pakken, dat kun je het zien. Want dit ben jij nog niet, maar dat zit natuurlijk wel in je. Dit is iemand op kennis van maanfase en, ik zal hem er even bij pakken. Iemand die een stevige basis heeft in zichzelf. De koningin van kracht. En jij moet natuurlijk ook meer in je eigen kracht komen te staan. Kijk, op de kop is die iemand die representeert een vrouw die kan helpen om groter balans te krijgen in je leven. Ze brengt een ongewone combinatie van kracht en vrede, creativiteit en ontvankelijkheid. In haar energie en haar support. Ja, dat zou ik kunnen zijn. Die jou kan helpen om dit te boven te komen.
Als deze kaart naar voren komt, is er een persoon in je leven die komt in een bepaalde fase en kan jou grote kracht gaan geven. Of dat jij, kijk, jou helpen om grotere resultaten te bereiken. Nieuwe kansen. Iemand met een krachtige invloed. Om jou te kunnen supporten. Zon, creativiteit en maan is de ontvankelijkheid. Als jij langzamer aan gaat doen, dan komt er altijd een juiste leraar op je pad die jou kan supporten en helpen om hieruit te komen. Dus, want ja, dit maakt je niet gelukkig. En dan blijf je continu in verlatingsangst zitten. Stress, angsten, piekeren. Het wordt alleen maar erger omdat je niks opruimt, emotioneel. Je stopt er alleen heel veel dingen bij. En dat hoofd gaat steeds voller zitten. Ja, dit is wel heel bijzonder ook. Want deze zegt ontmoet jezelf. En deze zegt de voorwaarde voor een echte ontmoeting is dat je iets onthult van jezelf. Je durft natuurlijk ook zelf niet kwetsbaar te zijn. Want je zult jezelf ook waarschijnlijk achter een vesting verbergen uit angst voor verlating. Je hart niet openstellen. Kwetsbaarheid roept kwetsbaarheid op. Als twee mensen iets onthullen, ontstaat er intimiteit. Dat maakt je raakbaar in je hart, hè? Het is juist deze schat die we in de ander willen ontdekken, waardoor de echte verbinding ontstaat. De vraag is alleen, durf jij de eerste stap te zetten? Dus waarschijnlijk wil je ook heel graag meer intimiteit en verbondenheid met anderen ervaren. Relaties vanuit het hart. Maar je wordt nog geblokkeerd door codependency. En dat je niet in het moment kan zijn, dat je ook niet die dwaas durft te zijn, je intuïtie niet durft te volgen, omdat dat geblokt is vanwege dat volle hoofd. En je zit dus in projecties en relaties dat je steeds elkaar aantrekt, waarbij je wonden de andere verantwoordelijk stelt eigenlijk voor hoe jij je voelt. En dus afhankelijk bent van dat een ander jou mooi vindt, lief vindt, goed genoeg vindt, et cetera. Maar als een ander jou dat niet geeft, dan paf, dan kom je tekort en dan krijg je die bevestiging niet. En dan zul je dat boos op de ander worden of dat verwijten. Dus die heling zit in jezelf. Je moet eerst jezelf helen. En meer zelfliefde krijgen. Zodat je alleen ook kunt zijn. En als je alleen kunt zijn, dan kun je ook met een ander zijn. Dat was het, lieve stier. Ik kan je daarbij helpen. Onderaan deze video staat de link naar mijn website. En als je intuïtief naar mij wordt geleid, pieker er dan niet langer over. Maar neem gewoon de eerste stap. En dan kan ik je op weg helpen. Dank voor het kijken. Sowieso een fijne maand. Tot volgende maand. Bye bye.